Nieuwe Oogst TV wordt mede mogelijk gemaakt door LTO Energie, het grootste energiecollectief van de agrarische sector. En Dam Beton, voor kavelpadplaten, megablokken en betonmortel. Dit is Nieuwe Oogst TV, met vandaag de volgende onderwerpen. LTO wacht met spanning op brief van Dam over fosfaatrechten, online game Superboer gelanceerd in Etten-Leur en Rabobank verleent meer krediet aan boeren. Het is staatssecretaris Van Dam nog niet gelukt om met een voorstel voor fosfaatrechten te komen. De aankondiging van de introductie van fosfaatrechten dateert alweer van 2 juli vorig jaar. De spanning stijgt onder de boeren omdat er nog geen duidelijkheid is. Op zich wel frustrerend, hè? We zijn inmiddels 7,5 maand verder dan 2 juli. En de staatssecretaris, om het zomaar te noemen, en boeren hebben nog steeds onduidelijkheid. Denk ook de reden waarom dat er ook nog behoorlijk veel koeien onder de boeren zitten. Wel is voor Romein duidelijk dat de fosfaatrechten er moeten komen. Wij hebben gekozen voor het feit dat derogatie voor ons heel belangrijk is voor de Nederlandse melkveehouderij, onmisbaar is voor de melkveehouderij. En dat daarbij de introductie van fosfaatrechten een noodzaak is om te blijven voldoen aan die Brusselse opgave. Maar dat doet dat dan wel heel veel pijn, constateer ik. En dan constateer ik ook dat de derogatie ons steeds meer gaat kosten. En daar heb ik wel zorgen over. Maar je ziet de introductie van fosfaatrechten op verschillende type bedrijven ook de pijn natuurlijk ook niet evenredig verdeeld is. En dat is gewoon jammer en ook funest voor een ledenorganisatie als de onze. Melkveehouder Wim Petter, bekend van Boer Zoekt Vrouw, is de eerste speler van de game Superboer. Het spel biedt een inkijk in de keuken van de Nederlandse melkveehouderij. Voor het spel heeft melkveehouder René Vermunt uit Etten-Leur zijn stal opengesteld. Gamers zien hoeveel melk de koeien produceren en doen aan de hand daarvan voorspellingen over de melkproductie van de volgende dag. Ten eerste, ik vind het hartstikke leuk. Iets nieuws, iets vernieuwends, iets uitdagends. Dat je ook niet weet wat zal het brengen. En ten tweede denk ik dat we als sector, als melkveehouders, gewoon iedere kans moeten aangrijpen om de sector te promoten. En dit was een uitgelezen kans daarvoor. Ja. De kredietverlening aan de primaire agrarische sector wereldwijd door de Rabobank is gestegen van 60 miljard euro in 2014 naar ruim 65 miljard euro in 2015. Dat blijkt uit de jaarcijfers die de Rabobank donderdag presenteerde. In Nederland daalde de kredietverlening met 1%, van 28,4 miljard euro in 2014 naar 28,2 miljard euro in 2015. Je ziet de ontwikkeling van kredieten ook aan innovatieve bedrijven zie je weer toenemen. Je ziet het herstel van prijsvorming ook in de glastuinbouw. Het afgelopen jaar is in dat opzicht een beter jaar geweest dan de voorgaande jaren. En als de sector het goed doet, dan gaat het ook goed met de Rabobank. Dus ik denk dat we een mix van dingen zien van sectoren die het op zich goed doen. We zien ook sectoren waar het even onzeker is, neem even de melk. Maar we zien ook sectoren waar het slecht geweest is, waar weer een herstel geweest is, ook in 2015. DLV Advies ontwikkelt samen met Memom en varkenshouder Bert Rijnen de groenfosfaatkorrel op de fabriek in Emst. Groenfosfaat is een verzamelnaam voor meststoffen in de grondgebonden landbouw waarbij fossiel fosfaat volledig vervangen is door organisch fosfaat uit dierlijke mest. Omdat melkveebedrijven sinds de derogatie geen fosfaatkunstmest meer mogen gebruiken, ziet DLV Advies dit als alternatief. De ambitie van groenfosfaat is om nu een natuurlijke mestkorrel te maken die eigenlijk als vervanger dient van de fosfaatkunstmest. Dus we proberen deze eigenlijk na te bootsen in natuurlijke vorm. En wat die gaat opleveren is eigenlijk dat we qua samenstelling zo dicht mogelijk bij de oude fosfaat kunstmest proberen te komen. Dus dat betekent dat we nu bij verschillende gewassen, starten bij maïs, een rijke aanvulling met fosfaat kunnen doen. Tot slot het weerbericht van agroweeradvies.nl.
Dit was Nieuwe Oogst TV. Voor meer nieuws, check www.nieuweoogst.nu of volg ons op Facebook, Twitter of YouTube. Nieuwe Oogst TV werd mede mogelijk gemaakt door LTO Energie, het grootste energiecollectief van de agrarische sector. En Dam Beton voor kavelpadplaten, megablokken en betonmortel.